Dames en heren, van harte welkom terug bij Minecraft. Waar wij ons ijspaleis nog steeds aan het uitbreiden zijn. Hey, de vorige aflevering hadden wij deze dingetjes geplaatst. Dus het is alleen maar positief. Nou wil ik eigenlijk nog dit uitbreiden. En sowieso de trap moet ik ook nog steeds fixen. Want ik heb dirt nodig. Zodat we hier in ieder geval een soort van eigen farmpje kunnen neerzetten. En nou moet ik even denken, wat heb ik al hier qua eten? Ik heb wat potatoes en ik heb wat carrots. Als we dat gewoon als eerste plaatsen, dan zitten we volgens mij voorlopig wel eventjes goed. Ik heb 2 dirt. Dat is niet voldoende, dus we zullen even wat extra bij moeten gaan halen. Nou, gelukkig zitten we dicht bij land, dus dat zal het probleem niet zijn. Ik weet niet exact hoeveel ik nodig heb, maar ik haal hier gewoon een aantal lagen van weg. En dan zien we het vanuit daar wel. En dirt over het algemeen heb je altijd wel nodig. Dus, weet je, dit zal geen kwaad kunnen. Hè? Wat mij dan op zich ook nog wel geinig lijkt. Ik bedoel, natuurlijk hebben wij in ons desert dorpje, hebben wij dat bijvoorbeeld mijn editors in de vorm van een Jasper, Femke en een Arvi, dat die allemaal een huisje hebben gecreëerd. Nou lijkt het mij geinig als ik daar zeg maar ook een soort ja, platform voor ga creëren. Zodat in ieder geval op lange termijn hebben we een ijsdorpje. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel een heel geinig plan is. Laten wij eerst even beginnen hiermee. Ik heb een ho nodig. Ik heb water nog nodig. Ja, dat is het volgens mij wel. Alright, want zeg maar qua water is het 3x3, dus... Oh ja, volgens mij redden we het makkelijk met 1 bucket water. Ja, makkelijk. Ik zou zeg maar dit nog uit kunnen breiden, maar stel wij doen het water hier. Dan... Ja, dit redden we makkelijk. Want het is zeg maar 3 aan één kant, 3 aan de andere kant, 3 die kant op. Kunnen we... Weet je, ik ga gewoon even kijken. Ik ga even kijken of we die ruimte hebben. Als we die ruimte gewoon hebben, dan wil ik dat natuurlijk wel gewoon daar gebruik van maken. Volgens mij komen we dan hierop uit. Want ik wil gewoon niet, zeg maar, dat het boven mijn woonkamertje is, zeg maar. Dus dat zou dan zo zijn. En dan even kijken. 3, 3, dus dat is... Ah, we kunnen zelfs nog 1 verder. Maar het is, we hebben 3 aan die kant. 3 aan deze kant, 3 aan deze kant. Nog eentje verder. Ja, volgens mij zitten we hoog genoeg. Dus dat komt goed uit. Oh, nee! Oké, dit zullen we dan een klein beetje moeten uitbreiden. Gelukkig heb ik het ijs hier gewoon. Dus dat maakt dan niet uit. Even kijken. Dirt plaatsen we dan hier. Zo. En dan moeten we... Laten we zeggen... Nou, volgens mij is dit eigenlijk wel goed zo. Alleen dan zo. Sluit ik mezelf eventjes buiten. Maar it's for the greater good. Zo. Lijkt het alsof er gewoon niks aan de hand is. Kijk eens aan. Dat is goed. Plaatsen we daar een torch. En hier een torch. Is het in ieder geval goed verlicht. Water. En dirt. Zo. De ho eigenlijk. Dan is dit in ieder geval ook gewoon een zelfvoorzienend stukje grond. En nou heb ik natuurlijk niet al te veel spulletjes. Maar dat komt wel goed. Wil ik eigenlijk hier nog een... iets overheen plaatsen, zodat we niet zo te water vallen. En ik zat te denken aan zo'n carpet. Een slab zou desnoods ook kunnen, maar volgens mij... heb ik wool hier? Nee, hè? Oeh, ik heb wel een pressure plate overigens. Die wil ik daar plaatsen. What are my dudes? Ga aan de kant. De guest mag ook niet op me schieten. En dan sloopt hij de baan. Jongens, wat is het hier druk? Weet je wat misschien ook nog vet zou zijn? Volgens mij kwam iemand daar ook met een suggestie mee in de comments. Om dit bijvoorbeeld af te sluiten met dan sticky pistons. En dat je dan bewijs van op een knop moet drukken dat deze poort open gaat. Alleen dat moeten we dan even aan beide kanten zien te fixen. Dat zou best geinig kunnen zijn. En het zou de bewijs van ook hier kunnen doen. Ik vind het wel geinig zo met het lampje in de entree. En, ja, leuk. Alright, we have the stone cutter. Die plaatsen wij voor ons nog voor nu even daar. Light blue dye wilde ik even hebben. Zodat ik de white carpets daarmee kan besmetten. Oké, dan zal ik waarschijnlijk wat meer carpets nodig hebben. Het is zo stom. Waarom kan ik niet gewoon 1 en 1 doen? Nee, dat werkt niet. Je moet het helemaal rondom plaatsen.
Zo, light blue carpets. Het is niet helemaal hetzelfde. Het is totaal niet hetzelfde. Het lijkt ook meer op cyaan in plaats van lichtblauw, to be fair. Zo en dan zo. Oh, nee. Nu ik erover nadenk, ik had hem beter blauw kunnen maken. Of bruin kunnen maken. Disappointed! Moet niet. Gewoon laat liggen. Het werkt. Het doet wat het moet doen, hè. Oké, zullen wij eens gaan kijken bij Blackstone Stairs en Quartz Stairs. Even kijken welke daar het beste uitkomt. Maken wij gewoon een stuk of 8 van deze. Van deze. Oeh, doen we dan Polished Blackstone Stairs? Polished Blackstone Brick Stairs? Of gewoon Blackstone Stairs? Ik vind Blackstone Brick, vind ik denk het mooist. Juist, I do like that. En zo. Te textuurloos. Te kaal. Damn it. Had ik dat niet hier kunnen aanpassen? Nee. Je kan maar quartz stairs. Maar je kan niet bijvoorbeeld chiseled stairs. Oh, dat is wel karig. Ja, nee, dan we. I have made up my mind. Alleen nu de vraag. Laten we zeg maar dit staan? Of halen we deze laag weg en maken we dan een trap? Zo. Yes. Ja, dit is een beetje ongemakkelijk. Moeten we dan voor het laatste dan toch een sprongetje of doen we dat dan zo? En moet ik hier dan nog een platformpje maken zodat... Nee. I like it this way. Ja, dit is prima. Het is een flink contrast wat er tussen zit. Tussen blauw en zwart. Maar ik weet niet. Het heeft wel iets of zo. Plus, we hebben nu gewoon een makkelijkere manier om naar boven toe te gaan. Is het ook beneden of stoot je dan... Ik denk, al ga ik sprinten naar beneden. Ja, dan is het wel doink. En dat is... we pakken gewoon alles eentje aan. There we go. Kan je in ieder geval gewoon soepel van boven naar beneden en beneden naar boven. Yes. Efficiency. Laten we deze dan nog weghalen. In ieder geval deze en deze. Oeh, hoe vet zou het zijn? Is dat heel lichtgevend, al zie je dat van buiten? Als een soort ijsvuurtoren idee. Ja, dat ligt wel op. Nou, dat is wel geinig. Maar dat haalt natuurlijk wel een beetje het verschuilen weg. Dus die doen we gewoon een tikkeltje lager. Hier zo, is prima. De potatoes en de carrots moeten dan natuurlijk ook nog eventjes worden geplaatst. Volgens mij had ik mijn carrots hier... En potatoes daar. Nou, het zal even duren voordat we dat kunnen oogsten. Maar dat komt dan wel goed. Dan hebben we in ieder geval gewoon een inkomstenbron wat betreft eten. Oké, ik zit even te denken. Hoe zouden wij die poort kunnen maken met die sticky pistons? Dan zouden wij bewijs van deze rij moeten weghalen. In ieder geval deze blokken. Hierachter dus sticky pistons zetten. Dus deze moet dan ook weg. Hetzelfde geldt voor hier. En dan moeten we dat op een of andere manier met redstone met elkaar zien te verbinden. Oké, het concept staat. Dus laten wij eens even kijken of wij genoeg slime hebben. En dus ook sticky pistons om dat te kunnen verwezenlijken. Ik heb hier 6 slime. Dus dat is al een stap in de goede richting. Ik neem die eventjes mee. Want mijn grootste slime en ijzer voorraad... Alhoewel, dat zeg ik wel. Volgens mij heb ik hier meer iron dan dat ik aan de andere kant heb. Dan kunnen we even kijken naar sticky pistons, et cetera. Want ik zal er 6 nodig hebben. Nou heb ik gelukkig hier ook 6 slimeballs. Dus we zouden in zekere zin... ik heb hier nog 4. Dus we zouden in zekere zin gewoon 6 pistons kunnen maken. Daar sticky pistons van maken. En dat dan verbinden met redstone. Dus wat wij onder andere dan nodig zullen hebben is... Deed ik dat nou met dark oak of spruce? Laten we spruce doen. Maken we daar in ieder geval een... Nee, ik moet 2 buttons maken. 2 buttons. Want we moeten naar binnen en naar buiten kunnen. Dan hebben we pistons nodig. Heb ik dat echt niet nog hier ergens? 2 sticky pistons. Nou, dat scheelt. Hier genoeg redstone in ieder geval. Daar neem ik wel een stack van mee.
Een paar redstone torches neem ik wel mee. Heb ik repeaters nodig? Ik denk het niet, hè. Vorm piston hebben wij nodig. Hout, steen, iron en redstone dust. Oké, hoeveel kan ik er daarvan maken? 16 volgens dit. Nou, ik heb er maar eigenlijk 4 nodig. En dan piston, slime erbij, 1. 1, 2, 3. Ja, yeah, here we go. Oké, nou, we staan natuurlijk ook gelijk op locatie, dus dat is goed. Dan kunnen wij 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ijs. Packed ice. Dus 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Oké, okay, dan is dat verbonden. En dan wil ik eigenlijk gewoon hier de button hebben. En dus ook hier. Want deze gaat dan... Ja, hij werkt nog niet, want hij is nog niet verbonden. Hoe het... Wacht. Is het... Oké, okay, ik ben hier nooit goed in geweest. Want het ding is, hij moet eigenlijk al uitstaan. Dus is het... Ja, volgens mij heb ik dan wel een torch nodig. Laten wij het even... openbreken. En plaatsen we deze buttons wel als laatst. Want dit moet natuurlijk met redstone op een of andere manier met elkaar verbonden zijn. En dan zal ik waarschijnlijk dit ijsgebouwtje iets meer moeten uitbreiden dan oorspronkelijk. Oké, okay, als de button hier komt te staan, dat betekent dat die zo. En dan triggert die hier iets. Dus hier moet dan, als het goed is, dit. Alleen, hoe kan ik die bovenste triggeren? Oké, okay, even testje. Het is gewoon testen. Oké. Okay. Ja, dan knalt hij dus alleen die onderste. Maar dan knalt hij hem naar buiten toe. Dus, wat nou als we dit doen? Dan is hij sowieso altijd naar buiten. En dan button hier. Het doet helemaal geen ene kloot. Want deze button moet zeg maar dat ding uitzetten. Dus, hoe kan je een ongoing redstone ding uitzetten? Ja, en nu komt gewoon weer grandioos naar voren dat ik hier gewoon een enorme leek in ben. Oké, ik heb even een tutorialtje erbij gepakt en ik zie een beetje wat ik fout doe. Ik moet een bodem creëren. Dat is eigenlijk een beetje waar het fout gaat. Ik probeer het zeg maar aan één kant te doen, maar ik moet een bodem van redstone creëren. Dus dat gaan wij dan maar even doen. Dus dat zou dan hier zijn. Dan moeten we wel een klein beetje zwemmen. But so be it. Ik heb er eigenlijk maar 2 nodig. Drie. Nee, dat gaat niet werken. Ik heb er echt 2 nodig dan. Ja, kom maar goed. Oké. Okay. Dus ik moet een bodem creëren. Nou, de bodem is hier al. Maar die moet even leeggestraapt worden. There we go. Alleen hoe deze giegel het deed. Die had zeg maar zo'n... even kijken, een 2x3 gedeelte. En dan deed hij het met pressure plates. Maar ik wil het niet met pressure plates. Ik wil het met buttons. Dus ik denk dat ik zijn design een klein beetje moet aanpassen. Om het te laten werken. Dus ik heb een hekel aan redstone. Oké, dan moeten we over deze bodem redstone plaatsen. Doe ik het nou alsnog verkeerd? We'll see. Oh nee, daar moest een torch. En tik, tik, torch. En dan moeten we het dicht gaan metselen. Dus vloer, vloer, vloer. Vloer, vloer, vloer. There we go. Maar ook daar, ja. Dat is te ver weg, man. Of toch niet? Ik weet het niet. Hold up. Sticky piston. Die komt daar tegenaan. Ja, nee. Klopt wel. En dan moet er nog eentje bovenop. Zo. En hoe hij dat dan deed was een zo. Juist. Dan zijn ze allebei uitgeduwd. Dus. Hetzelfde geldt hiervoor. Dit heel even weghalen. Daar. Help. Hold up. No, that ain't working. Daar redstone. There we go. Oké, dan hebben we... Dit zou dan zeg maar de deur zijn. En dan deed hij door middel van pressure plates hier... Dat je er zo overheen kon lopen. Maar wat nou? Dit is de test. Ja, zo werkt hij niet. Zo werkt hij wel. Button op de grond. Maar we willen geen button op de grond. Want dat is whack. We willen hem zeg maar hier aan de muur hebben. Dus hoe kunnen we aan dat circuit voldoen? Is dat misschien zo? En nu gaat hij... Hè?
Omdat ik die had geplaatst, tikte niet af. Hold up. Misschien zo. Nee, zo doet hij niks. Dan moet ik denk vanuit de bodem hier een lijn aan redstone zo laten lopen. Gaat dat werken? Is dat niet te krap? Is misschien te krap. Hold up. I have a plan. Ah, kut. Het water heeft alles weggespoeld. Oké, dan leiden we dit zo. Oké, dat was ook weer niet de bedoeling. Oké. I fucking tripped him. Why, motherfucker, why? Komt door die ene torch. Damn it. Oké, maar dat hoeft eigenlijk niet. Want als zet ik die button daar... Nee, hè? De rechterkant tript hem, maar de linkerkant werkt wel gewoon normaal. Waarom rechts niet? Dat komt zeker omdat het niet verbonden is. Maar als ik dat doe, dan tript hij en dan brandt hij uit. Oh, ik weet het misschien al waarom. Omdat hij niet in een rechte lijn zit. Dus misschien moet ik hem eentje terugtrekken. Hold up. Want als ik het zo doe, dan moet ik redstone daar. Die weg. En dan leiden we hem... Nee, dit gaat ook niet werken, want dan komt hij weer in contact met die. Damn it. Ik moet hem veel langer maken dan dat ik zou willen. Oké, hopelijk werkt dit. Ik heb hem eentje verder weggezet, maar nu reikt hij zeg maar direct daarin. Juist. Oké, één kant werkt. Nu de andere kant. Yippie. Ik weet geen eens of ik zoveel ruimte daarvoor heb, maar stel ik doe hem hier. Ik denk dat ik dan wel genoeg ruimte heb. Oké, volgens mij heb ik hem. Alleen, het is nog niet helemaal hoe ik het wil hebben, maar fuck it. Wat, er zit hier onder iets. Waarschijnlijk een inktvis. Oké, ik heb de knop nu daar. What? Why isn't it connected with that? Heb ik per ongeluk hier iets gesloten? Nee toch? What? Die daar. Torch daarop. Ja, dat was de deal. Ja. En dan... Klak. Hij gaat niet meer in. What the fire? What? Damn it! Ik weet het, denk. Hold up. Juist. Ik moest hem gewoon iets meer omleiden. Wat een gekloot dit, man. Ik blijf het zeggen. Dat mensen dit voor een... Fuck! Dit is midden in het pad. Hoe weet ik dit nou weer te verbergen? Zo? Oké, dat kan werken. Maar dit is midden in het pad. God damn it, man. Het moet natuurlijk ook nog subtiel wegvallen. Dat is het hele ding. Want ik ga het nu dichtbouwen. Dan gaan we even kijken hoe esthetisch dit eruit ziet. Oké, dit zou dan zo zijn. Dan moet ik hier aan de bovenkant nog even zo. En dan... Come on! Give me a fucking break, man. Waarom werkt die nou weer niet? Is het omdat ik blokken heb geplaatst? Wat nou weer? Van deze kant wel... Van deze kant niet. Wat heb ik nou weer gedaan? Vertel het me. What have you done for me lately? Hij verbindt, maar toch ook weer niet of zo. Nu wel. Nu wel. En als ik er iets bovenop plaats, dan nog. Ik ga gewoon per blok ga ik het doen. Deze. Ja, dit is de blokkerende factor. But why? Why? I can fix. I will fix. Kijk. Dat werkt, hè? Dat werkt gewoon, hè? Juist. Goed. Alles geplaatst. Goed. Heerlijk. Oké. Nu dit nog eventjes afwerken. Dan doen we gewoon er omheen. Hopelijk blokkeer ik dan geen pad daarmee of wat dan ook. But this should not be for the naked eye. Ik wist het als ik iets zou plaatsen. En volgens mij is het deze. Ik wist het als ik dan... What in tarnation? Ik word hier toch giftig van? Het is, zodra ik deze plaats, een disconnect die. Waarom blijven jullie niet connected, man? Van BlackBerry tot fucking iPhone. Werk gewoon even mee. Oké. Volgens mij is het nu afgewerkt. Ja, hè. Oké. Binnenkantje. Buitenkantje. Goed hoor. Het heeft er even mogen duren, maar mijn hemel zeg. It does work. It does.
Willen we het misschien aan deze kant ook nog oplichten met een lantern of zoiets? Dat we bewijzen van hier zo'n dakkie maken en zo. En zo'n lantern. Willen we dat? I don't know. Het is nu zeg maar wel zo dat het wegvalt. Als je erop let, zie je dan die knop zitten. En dan uiteindelijk, hey, how you doing? Ah, yes. Oké, dan hebben we dat. Dan hebben we ons huisje beter ingericht. We hebben een farmpje gecreëerd. Nou, we zijn dingen aan het afvinken, joh. Wat goed. Oeh, ik moet deze denk ik ook binnenkort even fixen. Alhoewel, wacht, dan heb ik een anvil nodig. How does one make an anvil? Volgens mij is dat echt met pure... Ja, dus iron blocks en iron... Oké, dat heb ik volgens mij wel. Want een iron blok maak je zo. En daar heb ik dus 3 van nodig. En de rest gewoon iron. Klonk. En waar gaan we deze plaatsen? Daar. Misschien dat we het bedje hier uiteindelijk ook weghalen. Want nu is het echt zo'n gereedschapskamer geworden. En slapen we er zo'n beetje naast. Dat is misschien niet helemaal de bedoeling. En als wij dan een diamondje pakken of 6... En dan, volgens mij was dat zo. En dan zo, ja. Daarmee kan je het inderdaad dan repareren. Ah, ha. Hoeft nog niet volledig. Doe maar even zo. Bonk. Wat betreft de netherite picker. Kijk, daar hebben we mending op zitten. Dus daar moeten we gewoon experience voor vergaren. En dat zouden we op zich gewoon bij ons spider farmpje kunnen doen. Tenzij ik hier beneden ergens nog een farmpje kan vinden. Dat lijkt me niet. De vorige keren waren we die kant op gegaan. Dus laten we nu even een koekeloertje deze kant op nemen. Even kijken of we hier wat vinden. Nou moet ik zeggen. Ik ga die tactiek aanhouden. Van al vind ik 1 keer iets op een lijn. Dan ga ik hem gewoon aanhouden. Want ja, dat zei ik de vorige keer ook. Van als ik meestal iets of diamonds op een lijn vind. Dan, ja, dan ga ik gewoon niet die lijn niet verder afwerken. Want dan zit ik van ja. Dan hebben we dat toch al benut. What the fuck is dit? Hallo? Dit is een soort stairs. Oh joh! Oh joh! Hallo creeper! Wat een vondst! Zo, maken we dat ook even een trappetje, zodat we in ieder geval heen en weer kunnen. Wat een vondst! En neem ze mee. De rails zal ik ongetwijfeld nodig hebben. Als ik hier naartoe wil, of gewoon in het algemeen. Meestal zit hier wel een spider farmpie ergens. Oeh, diamonds. Let me take those. 1. Jongens, niet nu. Ik ben even aan het genieten van rijkdom. Ik hoop dat deze plek nog niet geloot is. Tenminste, als ik hier dan diamonds vind. Dat is meestal wel een indicatie van dat nog niemand hier is geweest. 5 stuks. Oh, thank you. Oké, laten we eens koekeloeren. Wat is dit voor gangetje? Oké, doodlopend gangetje. Doe me niks mee. Dat is niks. Ik zie daar nog een kistje. Iron hier. Gold daar. Oh, hello! Wat kwam je leuk om het hoekje vandaan? Als een soort verrassing. Verrassing! Nou, mag ik even een momentje hebben om in het kistje te kijken hier? 1 diamond. Wat rails. Torches. Name tag. Ingots. Activate rail. Bread. En name tag. Inventaris zit al een beetje vol. Maar de vraag, is hier ook een spawner? Dat zou wel echt ideaal zijn als ik dan ook gewoon op deze locatie een spawner heb. Stond deze torch hier al? I don't know. Het was er niet een die ik had geplaatst. Maar het kistje is ongeloot. En de diamond zat nog in de muur. Dus misschien een standaard torch, I guess. Ik weet niet, ik moet er altijd over nadenken dat zeg maar of gasten hier al geweest zijn. Meestal loop ik wel zo achter de feiten aan. Oeh, nog meer diamonds. Oeh, verwennerij. Tering gravel, ga weg. Be gone, be gone, be gone, be gone, be gone. No one likes you. Oké, we hadden in eerste instantie 5. Toen eentje erbij. Hier zaten gewoon 11. Nice. Nou hoor ik wel constant spinnen, dus ik vermoed dat er wel wat hier in de buurt zit. Kool. Misschien hier? Hold up. Laat me dit even afbakenen. Auw. Ik hoor de spinnen wel hier rechts van me. Ik zie een creeper. Hello. Don't do it. Misschien hier. Dat zou kunnen. Even een pad creëren. Hello. Nee, er loopt akelig dood dit.
Ik hoor ook gebubbel. Ah. Het is de oceaan. Yes. Ja, ik... Oh, kijk. Ja, ik wilde het al zeggen. Ik hoorde het hier ergens. Weet je wat? Dan hou ik die gewoon open. Dan gaan we daar de volgende aflevering iets van maken. Want nu zit mijn inventaris toch echt even vol. De tyfus. Wie zit er te lachen? Ja, het is hier druk verderop. Ik kom later terug. Wacht, waar kom ik nou vandaan? Nee. Ik heb zo'n navigatiemanier en dan hou ik mezelf er geen eens aan. Als de toortjes recht staan, dan moet ik terug. Oh, het is hier. Ah, oké. Okay. Spawner, got you. Toortjes staan links, dus rechts. Toortjes rechts. 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 Ja, dat is mijn navigatiemanier. Al is het links, ga ik vooruit. Al gaat hij rechts, ga ik achteruit. Kijk, dat is goed. En hier is het kruispunt waar het allemaal begon. Lift omhoog. En voordat je het weet, ben je weer in de thuisbasis. En dan proppen we hier iron ore in, daar gold ore. De rest gooien we in kisten en gaan we onderverdelen. Kijk, de potatoes zijn lekker aan het groeien. Ik had er nog één extra, dus die plaats ik dan ook. Hé, luidjes, het is weer welletjes voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video, beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's zien, druk op de knoppen naast mij. Zou jij merchandise willen, ga dan even naar www.gamenit.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!